Dit is het huis, Steendijk 114 in Assen. Moses Cohen is op transport gezet naar Sobibor. Zijn huis wordt opgekocht door Lammert Boerma. Het enige wat ik van hem weet is dat hij dus aan de Hoofdvaartsweg woonde en stafleider bij de Nederlandse Landstand was. Herman de Koning werkte 49 jaar voor het kadaster. Hij kan in de archieven alle grondonteigeningen vinden. Nou, iedereen die eigendom had, die had een eigen pagina binnen die gemeente van het kadaster. Dus binnen de gemeente Assen had meneer Cohen het artikel 7948. Ik zie hier, lees ik, dat in het dienstjaar 1944 is het verkocht en is het overgeboekt naar een ander leggerartikel. Landelijk vallen meer dan 7000 panden en stukken grond in handen van loesje opkopers. Het betaalde geld kwam op een rekening terecht waar onder meer kamp Westerbork en de deportaties van zijn betaald. Moses Cohen overleefde Auschwitz niet. Andere Joodse families hadden meer geluk, maar hun woning kwamen ze vaak niet meer in. Nou, sommigen die kregen zelfs nog achteraf rekening van de overheid van jullie moeten nog even wat belasting betalen voor over die paar jaar dat je weg geweest bent. Meer van dat soort rare ambtelijke perikelen zijn er toen geweest. Ze waren niet erg welkom terug. De Raad van het Rechtsherstel zorgde na de oorlog voor dat veel panden weer Joods eigendom worden.